Goedemorgen iedereen. Good morning, good morning, good morning. Welcome. I hope you're happy to be in the house of the Lord. Ik hoop dat jullie blij zijn om het huis van de Heer te zijn. Because today is a day to rejoice. Want vandaag is de dag om te vieren. Because this is the day that the Lord has made. Want dit is de dag dat de Heer heeft gemaakt. And we will rejoice and be glad in it. En wij zullen blij zijn daarmee. Amen. Great.
Say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no seen what you can do.
want you to declare it with us. We'll sing the chorus one more time. We gaan de refrein nog één keer zingen. Because sing it over yourself. Do you really believe? Invoke that faith. Zing het refrein over uzelf en geloof het ook echt. En, ja. That God can move the immovable. He can break the unbreakable. Whenever we don't see a way, He makes a way for us. God kan het onbewegelijke bewegen. Hij kan elke muur naar beneden halen. Hij doet dat voor ons. So we sing again. Move the immovable. Break the holding up the moon, who is peeling back the darkness with the burning light of noon, who is standing on the mountain, who is on the earth below. We'll be right back.
Sharon, he is Yahweh. The righteous Son, he is Yahweh. The three in one, he is Yahweh. Of Sharon, he is Yahweh, the righteous Son, he is Yahweh, the three in one, he is Yahweh. Creator. So much, Jesus, but we are only able to love you because you loved us first. And so I pray that as we sing this next song, that we all may encounter your love in a deeper way than we have ever felt it before, in a more tangible way than we have ever felt before, God, because you love us so much. Thank you.
deserve it, still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. We pour out our praise.
So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we U bent ontzagwekkend. You are awe-inspiring.
Wij verhogen u. We exalt thee. Want u bent het waard. You are worthy. U bent het waard de boekrol te openen. You are worthy to open the scroll. U bent het waard. You are worthy. En wij verhogen u. And we exalt you. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Thank you. Halleluja. Weet je, dit voelt, we kunnen eindeloos doorgaan. You know what? We could just keep going and keep going and keep going. Maar daar hebben we de eeuwigheid voor. But we've also got all of eternity. Ja. Amen. Ja, halleluja. Halleluja. Ja. Welkom iedereen. Welcome everyone. Welkom, als je kijkt via de stream. Welcome if you're looking via the streaming. Ik hoop dat jullie ook thuis mee kunnen aanbidden met And ons. I hope that you've been able to worship together with us at home. Ja. Welkom als je hier voor het eerst bent. Welcome if you're here for the first time. Als je voor het eerst kijkt. And if you're looking for the first time. Wij zijn een gemeente die ervan houdt om te aanbidden. We are a church that loves to worship. En gisteren, dit weekend, gisteren was het 10 jaar geleden dat wij voor het eerst in dit gebouw een samenkomst hadden. And yesterday it was 10 years to the day that we had a celebration in this building. Dat was echt een memorabele gebeurtenis. It was a memorable happening. Na precies 7 jaar in gebouw van Jeugd met de Opdracht zijn geweest. After exactly being in Youth with the Missions building for 7 years to the day. Toen gingen we op zondag 15 januari 2012 hier voor het eerst een celebration hebben. On Sunday the 15th of January 2012 we had a celebration here in this building. En ik zeg het was memorabel. And I said it was memorable. Vooral ook vanwege de kou. Especially because it was so cold. Ja. Yeah. Ik weet niet of jullie... Er staat ook in de Bijbel een verhaal dat het volk bij elkaar was en ze stonden te rillen. En dat kan zijn vanwege de ontzag voor God of vanwege de regen. In the Bible there's a story about the people of God came together and they stood there and they were shaking. And Dick said, it could have been because of the glory of God, but it could have been because it was so cold. En wij waren ook onder de indruk gewoon van Gods... van wat God gedaan had. But we were just impressed with what God had done. Maar wat ik even wil herinneren aan het feit dat we toen en op die allereerste samenkomst in dit pand hebben wij zijn wij geknield om Gods tegenwoordigheid uit te nodigen in dit pand. But what I really want to just emphasize and what I remember is that in the very first meeting in this building we knelt down together with all of the leadership and all of the church to invite God's presence to come into the building. En nu 10 jaar later zeggen we dank u Heer dat uw tegenwoordigheid hier is. And 10 years later we say thank you Lord that your presence is here. En we bevestigen die uitnodiging. And we confirm that invitation. De uitnodiging om voor de Heer om hier aanwezig te zijn. The invitation for God to make his habitation here. Dat is voor ons belangrijker dan wat dan ook. And that is for us the number one priority. Amen. 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 Okay, broek Riemann, een gaatje dichter sinds deze week. All right, men, have you had to pull in your belt since the last week? Voor sommigen. Some of you. Ja, we hebben een week nu op zitten. And we've been now busy for a week. En we hebben nog 2 weken te gaan. And we've got 2 weeks to go still. Dus we zijn erg bemoedigd door wat God in deze 3 weken van in deze eerste week van vasten al heeft gedaan. And we are incredibly thankful for what God has done already in this first week of our 3 weeks of fasting and prayer. Ik weet niet, zijn jullie een beetje bemoedigd door Ezra? I don't know, but are you encouraged by Ezra? Ja, sommigen wel, sommigen niet. Some are, some aren't. Ja, het
Ze zegt, God is bezig dingen te bevestigen. God is busy confirming things. Wij zijn erg bemoedigd ook voor de mensen die 's avonds mee bidden. Ook voornamelijk per Zoom. And we are really, really encouraged for those who are praying in the evenings, especially via Zoom. Ja, elke avond tussen de 30 en de 50 mensen. Every dat is evening echt heel bemoedigend. Between 30 and 50 people are joining to pray. Ja. Dus ook vanavond, je hebben allemaal de link, staat in de nieuwsflits. And dus so also this evening, everybody's got the link. It's in the newsletter, digital newsletter. So you're welcome to join us. Cheers. Heb ik de... Er zijn een paar plaatjes voor wat zaken. Aanstaande zaterdag... This coming Saturday... is er een training van Living Your Destiny. God spreekt vandaag. Living in Your Destiny training, God speaks today. Leer hoe God tot je spreekt. Learn how God speaks to you. Wil je daar meer over weten? Het is een eendaagse training. It's dus, one day training. Ga naar de site en je kunt je inschrijven daarvoor. And so, if you haven't already done that, and if you want to know, then that's a good training to follow. You en dan volgende week zondag weet je hoe God spreekt. And next Sunday, then you'll know how God speaks. Ja, yeah? Amen. 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 De volgende en dan... plaatje. Dat lukt wat moeilijker. Ja, en weer eentje volgende. Profeet is gewoon, maar dat komt wel. Nee, de andere kant op. Ik wil naar de... ik zal beginnen erover. Dus over 2 weken hebben wij Mission Purpose. In 2 weeks time, we've got Mission Purpose. Oftewel, dat is een van de Royal Business Community... dat wij als zakenmensen bij elkaar komen. And that's from Royal Business Community. Those of us who have businesses are going to gather together. Eigenlijk om te praten over wat is onze bestemming, de bestemming van onze business. And we're going to talk about what is God's calling on our business. Juist deze. En dat is niet, kijk, traditioneel toen ik ja, tot bekering kwam en later in mijn geloof. Dacht ik van, die business, ja, dat is goed om daar geld te verdienen... zodat we dat geld aan de kerk kunnen geven. Traditionally, as believers, and when Dick came to faith, he thought... business, that's good, because businessmen can earn money... so that they can give it to the church. Dat is niet Gods doel. That is not God's purpose. Enig doel. That's not his only purpose. Nee, wij geloven dat elke business een bestemming heeft... We believe that every business has a calling. En een bestemming om daarmee gestalte te geven aan de plannen van God voor deze wereld. And a calling to see the plans of God realized in this world. En daar gaan we over spreken op die conferentie. Wat is het? Workshops. Nou, we gaan van alles en nog wat doen. And it's van vrijdag. Conference and there'll be workshops on Friday. En zaterdag. And Saturday. En onder dan zaterdagmiddag in de vierde sessie zal Arleen spreken. And they let me speak in the fourth session on Saturday afternoon. Ja, en zal ze spreken over de economie van wederkerigheid. I'll be speaking about economics mutuality. Echt zeer interessant. Dus ben je van plan een business te starten of heb je een business, nodig je van harte uit. Extremely interesting. So are you planning to start a business? Are you interested in that? Or do you have a business? We warmly invite you to come. Ja. Oké. Gisteren Yesterday. Hebben wij een fantastische Get Ready gehad. We had a fantastic Get Ready conference. Een aantal van jullie waren hier aanwezig. And a number of you in the room were there. En hoe was het? Fantastisch. Eén vond het fantastisch, twee vond het fantastisch. Nee, het was echt geweldig om te zien hoe mensen uit heel Nederland en België hier aanwezig waren. It was wonderful to see, I'll say, a full room of people from the Netherlands and Belgium here. Eigenlijk om het woord, de woorden en het profetische en apostolisch woord voor het komend jaar te horen. To hear the prophetic and apostolic words for this year. En dus we zijn super dankbaar dat we dat konden hebben. En ja, van wat God hierin doet en ook ons als huis bevestigt. And we are super thankful for what God is doing in this house and what he is confirming in this house. Amen. Amen. I just want to say thank you to all those who helped yesterday. You know who you are, but it was an amazing day and thank you also to those who helped. En dank speciaal voor iedereen die meegewerkt heeft. Ja. Yeah.
Het is nu tijd voor aanbidding met onze tiende en offergaven. It's time for our worship with our tithes and our offerings. Nu realiseer ik me dat ik dat niet geregeld heb. And I realize that I haven't arranged that. De mandjes worden even gehaald. Dat kan gebeuren. That can terwijl happen. Zij dat halen. While they're getting it. Even voor iedereen. We hebben straks na afloop van de celebration een gemeentevergadering. After the celebration, we have a church meeting. En dan gaan we spreken over de ontwikkelingen binnen Embassy. And we're going to speak about the developments within Embassy. Wat hoe het afgelopen jaar geweest is en hoe we zien het komend jaar. What's happened in the past year, how we're looking towards the future, the coming year. En ook over hoe de financiële gang van zaken is. And also we're going to give a financial overview. Okay. Nu heb je een machtiging nodig even voor het offer. If you need steek a pledge card omhoog. And you're in the room, if you just put up your hand, then we will make sure you get one. And for those of you in the room and at home, you can also give via the information on the screen on your app. Ja, Sander, die kant op. Ja. Okay. Vader in de hemel, we danken u. Heavenly Father, we thank you. We danken u dat we u zo mogen aanbidden. We thank you that we can worship like we do. En dat we weten dat u, ja, dat u goed bent. And Lord, and that we know that you are good. Dat we elkaar kunnen aanvuren om u te aanbidden. And that we can encourage each other to worship you. Heer, en dat we uit onze dankbaarheid met een blij hart aan u mogen geven. And Lord, that we can give to you with a joyful heart out of thankfulness. Dank u wel. Thank you. Heer, het is voor u. Lord, it's for you. Dank u. Thank you. Amen. Amen. Dan vraag ik nu Ute. And so I'm going to invite Ute to come up. Wil je hem hier hebben? Yes, please. You know what really impressed me yesterday? Waar ik gisteren echt van onder de indruk was. We saw people who had never been in this building before, quite a number. We zagen een heel aantal mensen die nog nooit eerder in dit gebouw waren geweest. And they're saying they came via different means, via the YouTube broadcast, via some of the speaking engagements that Dick and I have done outside of this church. Ze zijn op verschillende manieren gekomen. Ze hebben ons op YouTube gezien of ergens waar Dick of ik hebben gesproken buiten dit gebouw. But what's dawning on us now is Netherlands is an apostolic nation. Maar waar wij ons nu van bewust worden is dat Nederland een apostolisch land is. And there were so many people who said, you know, it's just after Dick spoke, or one guy in particular, he said, now I understand what happened in my church. En er waren zoveel mensen, en een persoon speciaal die naar voren kwam nadat Dick had gesproken, die zeiden van, nu snap ik wat er in mijn kerk aan de hand is. Because Dick spoke about the difference between apostolic leadership and shepherd-led leadership. Want Dick had over het verschil gesproken tussen leiderschap door een apostel of leiderschap door een herderleraar. And all of the fivefold giftings are necessary. En alle delen van de vijfvoudige bediening zijn noodzakelijk. However, it is now an apostolic age. Maar nu is het tijdperk van de apostelen. We're going to talk about in a little while. Has everybody given who wants to give? En daar gaan we het zo over hebben. Heeft iedereen kunnen geven die dat wilde doen? Okay. Can you just hold up the baskets, please? Willen jullie de mandjes omhoog heffen? Father, we thank you. Vader, we danken Lord, we thank you that your Holy Spirit is moving. Dank u dat uw Heilige Geest beweegt. God, thank you that it is a kingdom age. The kingdom of God is breaking through. En dank u dat in deze tijd het koninkrijk van God doorbreekt. Lord, we ask for your blessing on this offering. En we vragen uw zegen op deze Lord, overgave. Multiply it so that your kingdom expands in Amsterdam and the Netherlands and Europe. Vermenigvuldig het voor de uitbreiding van uw koninkrijk in Amsterdam, in Nederland en in Europa. Amen. Amen. Good morning, everyone. Goedemorgen allemaal. It is good to see you.
Het is geweldig om jullie te zien. And I'm trusting that most of you are smiling. En ik vertrouw erop dat jullie allemaal zitten te glimlachen. Yesterday indeed we talked about a prophetic word for 2022. We hebben het gisteren gehad over het profetische woord voor 2022. And so I'm not going to talk about that today. Dus daar heb ik het vandaag niet over. If you missed it, als je het gemist hebt, you can go to my YouTube channel this afternoon at 5 p.m. I'll be doing the English language version of that. Kun je vanmiddag om 5 uur naar mijn YouTube-kanaal gaan en daar zal ik het in het Engels vertellen. But yesterday at Get Ready we talked about much, much more. Maar gisteren bij de Get Ready hebben we het over nog veel meer andere dingen gehad. However, today I want to talk about overcoming confusion. Maar vandaag wil ik het hebben over hoe je verwarring overwint. And getting our priorities right this year. En hoe we dit jaar onze prioriteiten juist zullen hebben. And so Father, in the name of Jesus. Vader, in de naam van Jezus. Lord, I pray for the power of apostolic preaching this morning. Bid ik om de kracht voor apostolische prediking vanochtend. Father, that things that are in our minds that are holding us back would be broken now in the name of Jesus. Dat de zaken in ons denken die ons terughouden nu verbroken worden in de naam van Jezus. Lord, I ask for a release of Holy Spirit power in our midst. En ik vraag om de vrijzetting van de kracht van de Heilige Geest in ons midden. Lord, so that there be a definite before and after with this message. Zodat bij deze boodschap het duidelijk zal zijn wat er voor was en hoe het erna is. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. As we have entered 2022. We zijn 2022 ingegaan. We have to make sure that we get our priorities right. En we moeten ervoor zorgen dat we de juiste prioriteiten hebben. And Jesus told us what our priorities are. En Jezus heeft gezegd wat onze prioriteiten zijn. As he was talking to his disciples one day. Hij sprak een keer met zijn discipelen. And he quoted Matthew 6 verse 33, or at least he said that. Hij zei wat in Matthäus 6 vers 33 staat. And I'm going to read it from the Amplified. You've got it projected there. But jullie kunnen het meelezen op het scherm. And I'm going to ask each of you to translate. But first and most importantly. En ik zal het ook uit het Engels vertalen, maar ten allereerste. Seek, and that means to aim at, to strive after. Zoek, dus streven na en wees daarop uit. His kingdom and his righteousness. Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. And that means his way of doing and being right. Dat betekent zijn manier van het juiste doen en juist zijn. It has to do with having the attitude and the character of God. Dat betekent dat je de houding en het karakter van God hebt. And all of these things will be given to you also. En deze andere dingen zullen je allemaal ook gegeven worden. You know, Jesus has been misunderstood so many times. Jezus werd zo vaak verkeerd begrepen. Also in Christianity. Ook door de christenen. Because many of us think that Jesus came to bring a religion. Want velen van ons denken dat Jezus kwam om een godsdienst te brengen. However, Jesus's words are clear. Maar Jezus' woorden waren duidelijk. He did not come to establish a religion of rituals and liturgy. Hij kwam niet om een godsdienst te brengen van rituelen en liturgie. Instead, Jesus came to reintroduce a kingdom. Maar hij kwam om opnieuw een koninkrijk te vestigen. There is a king and there is a kingdom, and that was Jesus's message. Er is een koning, er is een koninkrijk, en dat was de boodschap van Jezus. And the original intent of what God spoke to Moses when he gave him the Ten Commandments. Wat God oorspronkelijk bedoelde toen hij tot Mozes sprak en hem de 10 geboden gaf, was not to establish a religion. Was niet om een godsdienst te vestigen. But it was to see a people raised up. Maar hij wilde een volk zien opstaan. Who would love and honor God in their hearts. Die van God zouden houden en hem eren in hun harten. And that's what it means in 1 Peter 2. En dat wordt ook bedoeld in 1 Petrus 2. When it says we are a royal priesthood. Waar staat dat wij een koninklijk priesterschap zijn. We are a holy nation. Wij zijn een heilig volk. And as we look at Jesus's message. En wanneer we naar de boodschap van Jezus kijken. We said that we see that Jesus had one message. Zien we dat hij één boodschap had. He had one priority. Hij had één prioriteit. He had one mandate. Hij had één opdracht and one mission.
En één taak. And that was the return of the kingdom of heaven on earth. Dat het koninkrijk van de hemel opnieuw op aarde zou komen. Jesus talked about the gospel of the kingdom more than 80 times in Matthew, Mark, Luke and John. In de vier evangeliën sprak Jezus meer dan 80 keer over het evangelie van het koninkrijk. And as we are continuing through these dark times of shaking, en wij gaan nog steeds door deze duistere tijden van schudden. We have to make sure that we get our priorities right. En wij moeten ervoor zorgen dat we de juiste prioriteiten hebben. Because as we focus on the right priorities, we will remain standing strong in him. Want wanneer we op de juiste prioriteiten focussen, dan zullen we sterk blijven staan in hem. And so we're going to continue with Jesus's message. Dus we gaan door met de boodschap van Jezus. Jesus's first announcement was about the arrival of the kingdom of heaven. Het eerste wat Jezus verkondigde was dat het koninkrijk van de hemel gekomen was. In Matthew chapter 4 verse 17. In Matthäus 4 vers 17. He said, or at least he began to preach from then on, and he said, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Hallelujah. And so Jesus's solution. Dus de oplossing van Jezus. For the troubles that we're facing here on the earth. Voor de problemen waar we hier op aarde mee te maken hebben. Jesus' solution for the longing of our heart. En de oplossing van Jezus voor het verlangen van ons hart. Is the kingdom of heaven. Is het koninkrijk van de hemel. The arrival of the kingdom of heaven. En dat het koninkrijk van de hemel zou komen. And it is a kingdom of heaven that will overcome the confusion in this age. En het is het koninkrijk van de hemelen wat de verwarring van deze tijd zal overwinnen. Now there is a difference between religion and the kingdom. Er is een verschil tussen godsdienst en het koninkrijk. In religion, in een godsdienst, religion actually is what we do until the kingdom arrives. Dat is eigenlijk wat we doen totdat het koninkrijk komt. Religion prepares man to leave the earth. De godsdienst bereidt de mensen erop voor dat ze de aarde zullen verlaten. And yesterday Dick talked an awful lot about being zapped out of here. En Dick haalde gisteren steeds aan dat we op een gegeven moment hier weggezapt worden. However, the kingdom prepares man to fulfill his kingdom assignment. Maar het koninkrijk rust de mens toe om de opdracht van het koninkrijk te vervullen. To dominate the earth. That's what's in Genesis 1. Dat we over de aarde zullen heersen, wat in Genesis 1 staat. Not to dominate each other. Niet dat we over elkaar zullen heersen. But we are to work the earth and make it look more like heaven. Maar we moeten de aarde bewerken en ervoor zorgen dat die meer op de hemel gaat lijken. That's why we're here. Daarom zijn we hier. Religion focuses on heaven. En godsdienst richt zich op de hemel. And actually, as a prophetic house and as prophetic people. En als een profetisch huis en profetische mensen. Sometimes we can become so absorbed with what's happening up there. Kunnen we soms zo bezig zijn met wat daarboven gebeurt. That we forget to look at what's happening around us. Dat we vergeten om ook te kijken wat er om ons heen gebeurt. The kingdom causes us to be aware of what's happening up there. Er staat dat we moeten weten wat daar gebeurt. But it causes us to be able to bring change down here. Maar het zorgt ervoor dat we verandering brengen hier beneden. Religion wants to escape the earth. En godsdienst wil eigenlijk ontsnappen van de aarde. But the kingdom influences and impacts the earth. Maar het koninkrijk heeft invloed en verandert de aarde. And finally, religion wants to take earth to heaven. Godsdienst wil de aarde naar de hemel brengen. But the kingdom seeks to bring heaven down to earth. Maar het koninkrijk wil de hemel naar de aarde brengen. Hallelujah. Are you guys awake this morning? Zijn jullie nog wakker vanochtend? I've seen a lot of people here, but not hearing a lot. Okay. Ik zie allemaal mensen hier, maar ik hoor niet veel. The governing influence. Een regerende invloed. Of a kingdom. Van het koninkrijk is of a king over his territory. Is dat de koning heerst over zijn gebied. And the king impacts his territory with his personal will. De koning heeft impact op zijn gebied door zijn persoonlijke wil. And because of the impact, you see a culture and morals and values come to being.
En door deze impact zie je dat er een cultuur en morele waarden ontstaan. Essentially you see a lifestyle that reflects the king's heart. En uiteindelijk zie je daar een levensstijl die het hart van de koning weerspiegelt. And the greatest secret to living effectively on the earth. En het grootste geheim om effectief op aarde te leven is understanding our priorities according to Jesus. Is onze prioriteiten te begrijpen volgens Jezus. Matthew chapter 6 verse 25. In Matthäus 6 vers 25 says this is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food or drink or even enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? We need to hear that in this day and age. Dit moeten wij horen in deze tijd. You know what? Whether you own a business or whether you're working for a business, you know, that's worrying about closing, we need to hear this. Of je nou een bedrijf hebt of je werkt in een bedrijf, dat is je druk maken of kleding, dit moeten wij horen. We need to hear this. Wij moeten dit horen. Because thing is, it was just, yeah, many of you saw, you know, the news the other day, and lots of entrepreneurs were pleading with the government, let us open our shops now. Jullie hebben vaak, vele van jullie hebben het nieuws gezien, en dat heel veel ondernemers de regering smeken, mogen we alsjeblieft onze winkels weer openen. And I know it's easy to say, but Jesus also says it, do not worry. En ik weet dat het makkelijk gezegd is, maar Jezus zei het ook van maak je niet bezorgd. Why? Because the kingdom of God is here. Waarom? Omdat het koninkrijk van God hier is. It arrived with Jesus. Het is samen met Jezus gekomen. And so we're to seek first his kingdom. Dus we moeten eerst zijn koninkrijk zoeken. All right. And righteousness. We talked about the kingdom. En gerechtigheid. We hebben het net over het koninkrijk gehad. Righteousness just means being in right alignment with the king. En gerechtigheid betekent dat je op de juiste manier in lijn bent met de koning. In right relationship with the king. Dat je de juiste relatie hebt met de koning. Matthew chapter 5 verse 6. Matthäus 5 vers 6. Says blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Gezegend wie hongert en dorst heeft naar gerechtigheid. For they shall be filled. This is a promise of God. Want zij zullen vervuld worden en dat heeft God beloofd. That's why we're fasting. That's why we're praying. En daarom vasten wij en bidden wij. To seek the Lord. Om de Heer te zoeken. But also to allow him to illuminate what's in us and what's in our hearts. Maar ook om hem toe te staan om zijn licht te schijnen op wat in ons is, in onze harten. Two days ago, you know, someone who's been coming regularly to the prayer meetings. Iemand kwam regelmatig naar onze gebedsbijeenkomsten. And she said, you know, when I, you know, the first prayer meeting, she said, there's so many problems at work. En bij de eerste bijeenkomst zei ze, er zijn zoveel problemen bij mij op het werk. She works in the hospital and she said, we just don't have enough people. Ze werkt in een ziekenhuis en zegt, we hebben gewoon niet genoeg mensen. But she said, two days ago, she said, you know what? I noticed that I'm finally starting to get room on my inside. Maar twee dagen geleden zei ze, ik merk dat ik eindelijk weer ruimte van binnen heb. Just by being here, being in that atmosphere of prayer each day. Gewoon door hier te komen en elke dag in deze atmosfeer van gebed te zijn. She said, I can start to see the way forward for my department. En ze zei, ik begin te zien wat de weg vooruit is voor mijn afdeling. She leads a department of 40 nurses. She said, I can finally start to see the way forward. En zij is leidinggevende over een afdeling van 40 verpleegsters. En ze zegt, nu zie ik eindelijk de weg vooruit. We need to be in that place of prayer this time. En in deze tijd moeten wij in die plaats van gebed zijn. So that we can start to see the way forward for ourselves. Zodat we voor onszelf de weg vooruit kunnen zien. But I'm going to talk for a moment about authority now. Maar ik zal het ook even over autoriteit hebben. Because thing is, it's just, you can have a kingdom, you can have a king. Want je kunt een koninkrijk hebben en een koning. But if you don't have authority, it means nothing. Maar als je geen autoriteit hebt, betekent het niets. And so we talk about authority. Where do we have authority? Dus we hebben het over autoriteit. En waar hebben we nou eigenlijk autoriteit? Because the thing is, God says, you know, in Psalm 115, verse 16. Want God zegt in Psalm 116, vers 15. Via the psalmist, the Lord is speaking.
God spreekt door de psalmist. And he said, the heavens, the highest heavens belong to the Lord. En hij zegt, de hoogste hemelen zijn van de Heer. But the earth he has given to man. Maar hij heeft de aarde aan de mens gegeven. And so God's kingdom is in heaven. Dus Gods koninkrijk is in de But hemel. The earth he has given to men. Maar hij heeft de aarde aan de mens that gegeven. That means that we are called to have authority in the name of Jesus over the earth. Dat betekent dat wij geroepen zijn om in de naam van Jezus autoriteit te hebben over de aarde. And so just to share a few thoughts with you about authority and faith. Dus ik wil een paar gedachten met jullie delen over autoriteit en geloof. Luke chapter 7, verses 1 to 10. Lucas 7, versen 1 tot 10. In my quiet time this week, this jumped out at me. I read Ezra also. In mijn stille tijd sprong dit echt naar voren voor mij. Ik lees ook Ezra. But the thing is, it's just, I'm in Luke right now. Maar ik ben zelf op dit moment in Lucas. And actually, yeah, verses 7 to 10. Versen 7 tot 10. Now when he concluded his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. This is Jesus. And a certain centurion's servant who was dear to him was sick and ready to die. Sorry, I'm reading verses 1. I'm starting from verse 1. And so verse 3 now. When he heard about Jesus, he sent elders to the Jews of the Jews to him, pleading with him to come and to heal his servant. And when they came, these are the elders of the Jews, to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one for whom he should do this was deserving. They said, for he loves our nation, and he has built us a synagogue. Now let's take a look at this for a moment. We kijken hier even naar. A centurion, he was over a group of 100 soldiers. Deze centurio was over 100 soldaten gesteld. And he was a Roman. En hij was een Romein. The Jews considered him an enemy of, or the Romans at least, enemies of the people. En voor de Joden waren de Romeinen de vijand. But the Jewish leaders thought this was a good centurion. Maar de Joodse leider dachten dat deze man goed was. Because he's given us a synagogue. Want hij had voor hen een synagoge gebouwd. And so they looked at Jesus and they said, because he has done so much good. En ze keken Jezus aan en zeiden, omdat hij zoveel goede dingen gedaan heeft. Jesus, you need to go and do what he asked you to do. Jezus moet u gaan en doen wat hij gevraagd heeft. That was the attitude of the Jewish leaders. Dat was de houding van de Joodse leiders. Because he's done so many good works, Jesus, you need to do this. Hij heeft zoveel goede werken gedaan en daarom, Jezus, moet u dit doen. And it says in verse 6, Jesus went with them. And when he was already not far from the house, the centurion sent friends to him, saying, and now we see the heart attitude of the centurion. Wow, and this is beautiful. Hier zien wij de hartsgesteldheid van deze hoofdman. And he said, Lord, don't trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Therefore, I didn't even think myself worthy to come to you. But just say a word and my servant will be healed. For I also am a man placed under authority, having soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. Interesting. This man understood authority. Deze man verstond autoriteit. First of all, his heart attitude was that of humility. Hij had een hartshouding van nederigheid. This year, humility is going to be key. En dit jaar zal nederigheid een sleutel zijn. Humility means that we are on our faces before the Lord. Nederigheid betekent dat we voor de Heer op ons gezicht liggen. We bow low before God. Dat we ons heel diep buigen voor God. But we stand straight when we face the world. Maar dat we rechtop staan wanneer we met de aarde te maken hebben. But this man, he said, Lord, I'm not worthy to have you come into my house. Deze man zei, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Just speak a word. Spreek gewoon een woord. And then he goes on to say something about authority that's really key. En dan zegt hij iets over autoriteit wat echt een sleutel is. But it's almost never ever spoken about. Maar haast niemand spreekt er ooit over. He said, I myself am a man under
authority. Hij zegt, ik ben zelf iemand die onder autoriteit geplaatst is. He was under an earthly authority. Hij stond onder een aardse autoriteit. And he said, I have people under me. I am over them. En hij zei, ik heb ook mensen onder mij en ik ben boven hen geplaatst. And so he said, just speak the word. En hij zei, dus zeg gewoon het woord. And what was Jesus's reaction? En wat was de reactie van Jezus? Verse 9, when Jesus heard these things, he marveled at him. And he turned around and he said to the crowd that followed him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And those who were sent returned to the house and they found the servant who had been sick healed. What was Jesus saying here? Wat zei Jezus hier? What was he trying to communicate? He said, because this man understands heavenly and earthly authority. Wat wilde hij overbrengen? Hij zei, omdat deze man de hemelse en de aardse autoriteit begrijpt, he's able to have faith. Is hij in staat om geloof te hebben? Because he knew just like he had people under him. Want hij wist dat net zoals er mensen onder hem waren, Jesus had angelic forces under him who would do his will. Had Jezus ook de machten van de engelen onder zich die zijn wil zouden uitvoeren. But his heart attitude was, Lord, I am under earthly authority. And I know, Lord, you are also under authority. Maar zijn houding was van, ik ben zelf ook onder autoriteit geplaatst en ik weet dat u ook onder autoriteit staat. If we don't place ourselves under earthly authority, we will not understand fully heavenly authority. Als wij onszelf niet onder een aardse autoriteit plaatsen, zullen we ook de hemelse autoriteit niet begrijpen. Dick and I, we believe in accountability. Dick en ik, wij geloven in rekenschap afleggen. And so as a result, when we were not aligned anywhere after the previous church that we were in fell. En als we nergens bij aangesloten zouden zijn, en nadat onze vorige gemeente gevallen was. Yeah, when we were not able to be aligned, we sought out earthly people to be accountable to, leaders to be accountable to. Toen wij nog niet ergens aangesloten waren, gingen wij op zoek naar mensen bij wie wij rekenschap konden afleggen. Because we understood that if we are not accountable, then we have no authority here. Omdat wij begrepen dat als wij zelf niet rekenschap afleggen, hebben wij hier ook geen autoriteit. Not the kind of authority that you need to see mountains moved. Niet het soort autoriteit dat je nodig hebt als je bergen wil verplaatsen. And also to see cities changed and lives changed. En als je steden veranderd wil zien en levens veranderd. God is true to his word and if we obey his principles, he will act. God is trouw aan zijn woord en als wij volgens zijn principes handelen, dan handelt hij. But in this age of darkness, maar in deze duistere tijden, we have to understand earthly authority. Moeten wij de aardse autoriteit begrijpen? As the Lord is saying also in Matthew chapter 16. De Heer zegt ook in Matthäus 16. He said to Peter, and I will give you the keys of the kingdom. Hij zei tegen Petrus, ik zal je de sleutels van het koninkrijk geven. Of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven. Van de hemel en wat je op aarde zal binden zal in de hemel gebonden whatever zijn. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. En wat je op aarde vrijzet zal in de hemel vrijgezet zijn. If your binding and loosing has not produced things that you know that the Lord wants done. En als jij dingen bindt en vrijzet en het doet niet wat jij wil, wat God weet wat Gods wil is. It's time to look at who are you accountable to. Dan moet je onderzoeken aan wie leg jij rekenschap af. And it's not their problem, it's our problem. If I am not seeing what I want, then I need to look at, Lord, what is my heart's attitude? En het is niet hun probleem, het is ons probleem. Als ik niet zie wat ik wil zien, dan moet ik onderzoeken wat de houding van mijn hart is. Being accountable. Wij moeten rekenschap afleggen. If we want to see things change in this age of darkness. Als wij dingen veranderd willen zien in deze duistere tijd. And our earthly authority is perfect? No. Is onze aardse autoriteit volmaakt? Nee. Do most of us want to run away from it sometimes? Yes. Willen de meeste van ons daar wel eens van weglopen? Ja. But you know what? One of the biggest acts of faith that we can have.
Maar een van de grootste daden van geloof die wij kunnen doen. To say, you know what? I've got my anointing and I've got my gifting. Is om te zeggen, ik heb mijn zalving, ik heb mijn gaven. But I trust that God can work through those who he's appointed over me. Maar ik vertrouw erop dat God kan werken door die mensen die hij boven mij heeft gesteld. Believe me, if you pray. Geloof me als je dat bidt. And if you pray for them, God will work. En als je voor hen bidt, dan zal God werken. And if your heart attitude is right. En als je de juiste hartsgesteldheid hebt. Even if they are not right, God will put you where you're supposed to be. Zelfs als zij dan niet juist zitten, dan zal God je wel daar plaatsen waar je moet zijn. When God, or let's just put it like this, often just being willing to be accountable to earthly authority is a test. Of laten we zo zeggen, vaak is de bereidheid om rekenschap af te leggen aan aardse autoriteit een test. Last time I spoke, you know, I spoke about Jesus, Son of God, but he submitted himself to his parents. De vorige keer toen ik sprak, had ik het erover dat Jezus de Zoon van God was, maar hij onderwierp zich wel aan zijn aardse ouders. Jesus understood authority. Jezus begreep autoriteit. Roman centurion understood the root of true authority. En deze Romeinse hoofdman begreep de wortel van ware autoriteit. And Jesus was amazed at his faith because of it. En daardoor was Jezus verbaasd over zijn geloof. I've seen a number of words, really good prophetic word coming out recently from Jane Hammond about this year. Ik heb een aantal echt goede profetische woorden onlangs gezien van Jane Hammond. And she talks about this is the year of the double portion anointing. En ze zegt dit is het jaar van de dubbele zalving. And the thing is, it is the year of that. En het is ook het jaar daarvan. But there are also conditions on that double portion anointing. Maar er zijn ook voorwaarden om die dubbele zalving te krijgen. And she doesn't mention that in her word, but I know she knows it. En dat staat niet in haar woord, maar ik weet dat zij het wel weet. 2 Kings chapter 2. 2 Koningen 2. Verses 1 to 9. Versen 1 tot 9. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. And Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to go to Bethel." But Elisha replied, "As surely as the Lord lives, you yourself live, I will never leave you." And so they went down together to Bethel. The group of prophets from Bethel came to Elisha and asked him, "Did you know that the Lord is going to take your master away from you today?" "Of course I know," Elisha answered, "but be quiet about it." Then Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to go to Jericho." But Elisha replied again, "As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you." So they went on together to Jericho. And then the group of prophets from Jericho came to Elisha and asked him, "Did you know that the Lord is going to take your master away from you today?" "Of course I know," Elisha answered, "but be quiet about it." And then Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to go to the Jordan River." But again Elisha replied, "As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you." So they went on together. Interesting dialogue. Een interessant gesprek. What's going on here? Wat is hier aan de hand? Elijah didn't tell Elisha, his successor, that he was going to be taken up to heaven. Elia zei niet tegen zijn opvolger Elisa dat hij naar de hemel opgenomen zou worden. And three times Elijah said to Elisha, "You know, just you stay here and let me go on alone." En drie keer zegt Elia tegen Elisa, blijf jij maar hier en ik ga alleen verder. Elijah's, you know, I'm meditating on this in my own quiet times now. En ik mediteer hierover nu in mijn eigen stille tijd. Elijah was a prophet whose ministry was on the way down. Elia was een profeet en zijn bediening ging naar beneden. He was one who was almost literally zapped out of here. Hij stond bijna letterlijk op het punt om hier vandaan gezept te worden. And Elisha knew that. En Elisa wist dat. And I can imagine that Elisha's earthly instincts were to say, "You know what? I'm just going to leave and I'm going to go, you know, find something that's new."
En ik zou me kunnen voorstellen dat Elisa zou hebben gedacht van, nou ja, ik ga gewoon weg en ik vind iets nieuws. But Elisha knew that he was called to Elijah. Maar Elisa wist dat hij geroepen was om bij Elia te zijn. And so he didn't leave. Dus hij ging niet weg. And three times others talked to Elisha about why don't you just go? En drie keer zeiden andere mensen tegen Elisa van waarom ga je niet gewoon? And there were also fellow ministers, prophets who said, you know, did you know? En zij stonden samen in de bediening. Zij waren ook profeten en ze zeiden weet je dat niet? And they said, why don't you just go? Leave him. En ze zeiden, waarom ga je niet gewoon en laat je hem? He's not going to be around tomorrow, just leave him. Hij zal hier morgen niet meer zijn, dus verlaat hem gewoon. And three times Elisha resisted that and he said, no, I will not leave him. En drie keer deed Elisa dat niet en hij zei, nee, ik zal hem niet verlaten. And I really think, you know, the Lord is talking to us at the beginning of this year about the commitment to our relationships. En ik heb echt de indruk dat de Heer aan het begin van dit jaar tot ons spreekt over onze toewijding in onze relaties. Our God-given relationships, you know, whether it's you know, in family or wherever. How committed are we to our relationships? De relaties die God ons heeft gegeven, of dat nou in onze families is of waar dan ook, hoe toegewijd zijn wij? This is the year of the double anointing. Dit is het jaar van de dubbele zalving. But notice, it wasn't until Elisha passed that test three times. Maar pas nadat Elisa drie keer deze test had doorstaan, that Elijah turned and looked at him and said, "Before I go, what can I do for you?" En toen pas keerde Elia zich om en keek hem aan en zei, "Voordat ik wegga, wat kan ik nog voor je doen?" And that was when Elisha had the freedom to ask for the double portion anointing. En op dat moment had Elisa de vrijheid om te vragen om de dubbele zalving. And so the Lord is trying to tell us some things as I round off now. Dus de Heer wil iets tot ons zeggen en hiermee sluit ik af. As we start 2022. Terwijl wij aan dit jaar 2022 beginnen. He's starting to reestablish our priorities. First the kingdom and his righteousness. Moeten wij onze prioriteiten opnieuw juist hebben. Eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. And the other stuff will work itself out, Jesus said, if we have our priorities right. En Jezus zei, als we onze prioriteiten goed hebben, dan zullen die andere dingen wel in orde komen. The Lord will take care of us on that end. En daar zal de Heer wel voor zorgen. However, the Lord is saying, he's a king and there's a kingdom. Maar de Heer zegt ook, hij is een koning en er is een koninkrijk. And so it's not just enough that I'm okay. Dus het is niet voldoende dat het goed gaat met mij. Because each one of us is called to reflect his glory out there. Want iedereen van ons is geroepen om zijn heerlijkheid daarbuiten te weerspiegelen. And so the Lord is talking to us today, I believe, you know, about who are we accountable to. Dus ik geloof dat de Heer vandaag tot ons spreekt over aan wie leggen wij rekenschap af. Many of us have thrown that whole idea overboard because we've been hurt in the past. En velen van ons hebben dat hele concept overboord gegooid omdat we in het verleden gekwetst zijn geraakt. This year the Lord gives us the opportunity to be healed so that we can walk in accountability, which is also freedom in God's eyes. En dit jaar geeft God ons de gelegenheid om Amen. Daar genezing voor te vinden, zodat wij in deze rekenschap kunnen afleggen. En dat betekent ook vrijheid. Because I noticed when he started to talk to me about it, my heart was just going, yeah, Lord, but. En het viel mij op dat toen hij tot mij begon te spreken hierover, dat mijn hart ging doen van, ja, Heer, maar. And lastly, the Lord asked us, you know, just to be committed this year to the godly relationships that he gives us. En het laatste punt is dat God ons vraagt om dit jaar toegewijd te zijn aan de goddelijke relaties die hij ons heeft gegeven. Because if we want to see the change come in our personal lives and around us that we preach about. Want als wij die veranderingen waar we over spreken willen zien in ons eigen leven en om ons heen, then that's going to be the key. The key to the kingdom to releasing the double portion blessing. Dan zal dat de sleutel zijn. De sleutel voor het koninkrijk en voor het vrijzetten van de dubbele zegen. And I see that I have literally 25 seconds left. So I'm going to ask you to stand with me, please. Ik had net nog 25 seconden, dus ga allemaal staan.
I chose deliberately this morning not to just do a hallelujah, we're going to go get them double portion message. Ik heb er bewust voor gekozen om niet een hallelujah en we zullen die dubbele zalving grijpen boodschap te brengen. Why? Because I know that the Lord is taking us deeper into Him. Want ik weet dat de Heer wil dat we dieper gaan in Hem. And Father, in the name of Jesus. Vader, in de naam van Jezus. God, I pray for each one who's been wounded in the past by leadership. Bid ik voor iedereen die in het verleden gewond is geraakt door leiders. Because Lord, leaders are not perfect, but Lord, I pray and I ask for a pouring out of your healing balm. Want leiders zijn niet volmaakt, maar Heer, ik bid dat uw genezende balsem uitgiet. Father, thank you, Lord, that you are the leader who will never fail. Dank u, Heer, dat u de leider bent die nooit zal falen. And Lord, every leader who you place over us, Lord, has to give accountability to you. Heer, en elke leider die u boven ons plaatst, moet rekenschap afleggen aan u. Father, today, in the name of Jesus. Vader, vandaag, in de naam van Jezus. Lord, I pray that you would take us deeper. Bid ik dat u ons dieper zal brengen. Lord, I pray that you would just rearrange the things in our hearts that need rearranging in your eyes. En dat u in ons hart de dingen opnieuw zo inricht zoals het volgens uw ogen moet. God, would you help us to be committed to the relationships that you give us this year? En Heer, wilt u ons helpen om toegewijd te zijn aan de relaties die u ons geeft dit jaar? Lord, I just see, Lord, Satan is, Lord, just doing everything he can to pull your people apart. En Heer, ik zie dat Satan alles doet wat hij maar kan doen om uw mensen uit elkaar te drukken. Worldwide. Wereldwijd. But Father, Lord, in the name of Jesus. Maar Heer, in de naam van Jezus. God, I just speak out, Lord, a blessing over your people in this place. Spreek ik uw zegen uit over uw mensen in deze plaats. Lord, I speak out a grace to walk in your ways this year. Heer, ik spreek de genade uit om dit jaar in uw wegen te wandelen. And Father, Lord, I just speak it out. Lord God, the release of the double portion anointing as we allow you to work in our hearts. Heer, en ik spreek uit de vrijzetting van uw dubbele zalving. God, mountains will move this year as we do this. En terwijl wij dit doen, zullen bergen verplaatsen dit jaar. Lord, God, we will see people in our families, Lord, change as we do this in Jesus' name. Ja, en we zullen mensen in onze families zien veranderen wanneer wij dit doen. God, we'll see doors that have been closed for years, Lord, to the callings on our lives opened in Jesus' name. En deuren die jarenlang gesloten waren voor onze roeping, die zullen nu opengaan. And Lord, thank you. We will be able to walk in a new level of faith because of it. In Jesus' name. En dank u, Heer, dat wij daardoor op een nieuw level van geloof zullen wandelen in de naam van Jezus. Amen. Amen. God bless you. Wees gezegend. In Jesus' name. In de naam van Jezus. And you can be seated. En jullie mogen gaan zitten. And we just want to say, for those of you at home, for those of you at home, we just wave goodbye to you. En voor diegenen die thuis kijken, zeggen wij gedag. We just bless you also. En wij zegenen jullie ook. And for those of you at home, we will see you again. En wij zullen jullie weer zien. And Andre, I'd invite you to come up. En wij vragen nu André naar voren.